wat ik jullie ga vertellen, ja, heet verslaafd. 1. Ik moet jullie iets bekennen. Ik ben verslaafd. Nee, niet aan de hash. Wat zegt u? Ecstasy? Wat is dat? Nee, ook niet aan de cocaïne. Zo erg is het nou ook weer niet. De nodige boodschappen doen, bij de kassa betalen en dan met gesloten ogen langs de bloemen lopen. Bij wijze van spreken natuurlijk, ja, want anders top brak. Alleen vandaag, lui. Alleen vandaag heb ik mij bezondigd. Waarom? Nou, daarom. Omdat de orchideeën in de aanbieding waren. En trouwens, uitzonderingen bevestigen de regel toch? En ik moet u eerlijkheidshalve wel bekennen dat ik al 3 orchideeën heb, hoor, die in mijn vensterbank staan. Maar één van hen heeft geen bloem. Als de orchideeën bloeien, denk ik steeds terug aan jou. Denk ik aan die mooie tijden, toen je zei, ik hou van jou. Dit was het dan weer. Tot ziens, ja. Tot de volgende keer. Met de hartelijke groeten van Eugenie. Tabé. Dag allemaal. Hier ben ik weer. Met een verhaaltje. En dit verhaaltje heet Oud Zeer. Ja, het wordt er niet leuker op. En dan bedoel ik de wereld om ons heen. Ik lees net in de krant dat er weer een oude dame van haar tasje is beroofd. En dientengevolge ligt zij nu in het ziekenhuis. Die rotjongens, die zaten op een scooter toen ze haar tas wilden bemachtigen. Dat van overheidswegen men de 55-plussers zo'n alarmkastje moeten geven. Die we dan om de hals dragen. Hè? En bij noodsituaties druk je op zo'n knop. En dan begint dat ding te loeien. Vreselijk te loeien. Wat denken jullie? Zou dat een oplossing kunnen zijn om die boeven af te schrikken? Die horen wil, moet voelen. Krapot met de paal. Krapot met de pan. Verprop met de pan. Wie niet horen wil moet voelen. Ja, dat krijg je er nou van. Verprop met de pan. Verprop met de pan. Wie niet luisteren wil verdient het. Dat is nodig nu en dan. Verprop met de pan. Verprop met de pan. Het is zo makkelijk, hou dus daarom ook die pan dicht bij de hand. Verprop met de pan. Verprop met de pan. Het is een wapen voor de huisvrouw. Ja, zij weet er alles van. Ik ga jullie een verhaaltje vertellen en dit draagt als titel Haar Ding. Kassian, weet je, Soetie, mijn nicht. Zij had te veel last van die knobbel aan haar grote teen en daarom heeft zij zich laten opereren. Gisteren is het gebeurd. Gadoe, gadoe, daar is ze door op. Enfin, tegen de tijd dat ik moet vertrekken, ben ik al lang en breed klaar en heb ik de groeten van de gado gado in een rantang gedaan met de saus apart. En wat nog erger is, ik ben vanmorgen gewassen door een broeder. Hoe bedoel je, vraag ik. Niet door een zuster, maar door een man, verduidelijk ze mij. Eugenie, ik zakte bijna door de grond, zo malou. Ja, maar Eugenie, hij waste mij ook hier. Hier van beneden, hij waste ook mijn ding. Jouw ding? Vraag ik. Ja, hier, zegt zij. En dan wijst zij naar haar kruis. Soetie, ik begrijp dat je dat niet leuk vindt, dat die kerel aan jouw ding zit, dat hij jou wast. Maar je bent nou één keer in het ziekenhuis. Dokters zijn toch ook mannen? En dan, alle vrouwen hebben zo'n ding. En als ik weg ben of wegga, beloof ik dat ik morgen haar weer zal bezoeken.
En als ik haar een zoen geef, dan vraagt zij mij, Eugenie, wil jij mij een plezier doen? Wat dan doet hij? Wil jij morgen lumper of frisoles? Hoeft niet, Eugenie. Als jij maar een fles voor mij kan meenemen. Een fles? Wat voor fles, vraag ik. Je weet wel, Eugenie, een chabotfles. Het hoort bij je dagelijks leven, ach, je kunt er niet omheen. Zo'n fles is onontbeerlijk, dat weet toch iedereen. Hij staat niet in de keuken, nee, hij staat niet naast mijn bed. Zo'n fles, dat spreekt vanzelf, heeft zijn plek op het toilet. De chabotfles, de chabotfles, ik ben zo blij dat ik hem heb. Je wordt beslist van onder een fris, met een chabotfles voor een schone mis. Bob Lavel, duizend vel. Allemaal. Dit verhaaltje wat ik voor jullie ga voorlezen heet Lang, lang leven. Ik weet het, want ik heb het eerder meegemaakt met mijn eigen moeder. Die is trouwens 98 jaar geworden. Ik had een boek meegenomen. Een boek met allemaal plaatjes. Taferelen uit het dagelijkse leven in Indië. Uit de tijd van Tempo Dulu. Wij bladeren door het boek. En ondertussen vraag ik haar, weet u nog wel, tante Nie, deze paman? Hier, deze verkoopt gado gado, of lontong, of bapau. En dit hier, dit is de kali. En deze lui zijn aan het vissen, ziet u dat die karbouwen in de rijstvelden, tante Nie? En dan die Dessa? Ik weet niet hoor, of ik zo lang zou willen leven. Tegen de tijd dat je alles vergeet, gaat de lol ervan af. Een leven wordt toch ook opgebouwd uit herinneringen? En als dat er niet meer is? Maar ja, ik ben onze lieve Heer niet. Toch hoop ik dat er tegen die tijd, als het zover is, er een pilletje bestaat. Waar je bij je laatste koffie toebrug dat inneemt. En terwijl je het doorslikt, zing je zachtjes. Lang, lang leven, lang, lang leven. Helui, weten jullie wat ik dan doe als ik in zo'n stemming ben? Nou, ik pak gewoon mijn eigen mok, weet je. Ik pak snel filtermaling koffie, ja. Ik doe 2 flinke scheppen erin, 3 klontjes suiker en dan heet water. Heet waterlui en dan goed roeren tot die prut zat. En wat krijg je dan? Juist koffie toe, broek. Precies. Genoeg verteld jou voor vandaag. Tabé. Tot ziens. Tot de volgende keer. Dag. Dag allemaal. Met de groeten van Eugenie.